Goedemorgen, ik sta hier voor het stadhuis van Leeuwarden. In 2020 regelde mijn tekstschrijver Wijnand een interview met de burgemeester. En vandaag zal het plaatsvinden in deze auto. Laten we snel naar binnen gaan en de burgemeester ophalen. Ja. Dag Gerard. Hoi. Leuk je weer te ontmoeten. Nou, leuk jou weer te zien. 2 jaar geleden, op mijn verjaardag, zaten we hier aan tafel. En God, ik weet niet eens meer dat het op je verjaardag was, joh. Nee, maar dat kan ook bijna niet. Ja. Er is zoveel gebeurd in die 2 jaar tijd. En natuurlijk na al die maatregelen konden we even niet in een auto zitten. Nee, want het was toen de bedoeling om het toen te doen. Ja, zullen we in de auto plaatsnemen? Nou, leuk. Ik ben benieuwd. En ik denk, we gaan gewoon een ritje maken door het mooie Leeuwarden. En u zit aan het stuur. Zo. Dus ik bepaal ook de richting. Zullen we gaan lopen? Doen we. Back to Human, the interviews. En normaal gesproken wordt hij vervoerd, denk ik, meestal tijdens je werk. Nou, alleen maar als ik voor mijn werk echt ergens naar toe ik in de stad fiets ik. Maar inderdaad, ja. Nou, mag ik instappen? Ja, zeker. Zo, wat een auto, joh. En hij herkent u ook al, zoals je ziet. Hoe is dat mogelijk? Ja. Daar zitten we dan. En je hebt al 27.000 kilometer gereden. Ja, ik rij veel. En waar rij je voor dan? Voor mijn werk veel. Ah, ja. Ik doe heel veel trainingen in het land, soms ook in het buitenland. Start, stop? Ja, het is rem ingedrukt houden en dan start, stop. We zetten hem maar gewoon op eco-stand. Ja, ben ik het mee eens. Maar laten we maar gewoon een ritje maken. En u geeft maar aan van wat de leuke shots zijn in de stad en dan rijden we er even doorheen. Nou, dat is bijzonder. Ik heb nog nooit aan het sturen van een elektrische auto gezeten. Dus... Dat is wel bijzonder. Ja. Want het wordt nu langzamerhand wat gemeengoed. Ja. Ja. Ik moest ook zeggen dat ik zelf ook twijfelde, moet ik wel een elektrische auto? Oh ja, dat gaat al heel snel. Ik moet even dat remmen open. Ja, dat is een behoorlijke remsysteem zit erop. Want ik heb ook gewoon een handgeschakelde, dus ook het automaat. Ja. Ik heb wel in een automaat gereden, maar ook dat is altijd weer even hoe snel die aangaat. En dat hangt echt per auto af. Ja. Maar ook qua instellingen. We hebben hem nu op Eco Pro en dan stuurt hij ook soepeler. Oh, dan wordt hij in sportmode. Ja. En het is met zo'n auto als deze, hij heeft wel, natuurlijk, dat hebben die elektrische auto's vaak, veel vermogen. Ja, dus hij kan ook wel snel optrekken, alleen je schrikt er soms van hoe snel dat gaat. Het gaat heel hard, want hoe snel kan deze nou? Volgens het boekje op 3,9 op 100, maar in de praktijk heb ik al getest 3,5. Ja, dan ga je echt helemaal... Ja, dat is bijna een kermisattractie. Ja, bijna een kermisattractie. Alleen dat is natuurlijk, de techniek maakt het mogelijk dat het steeds sneller kan, maar dan is de vraag, net als met elektrische fietsen, moeten we dat willen? Want je kan natuurlijk als mens niet altijd overal zo snel reageren. Nee, en ik denk ook dat verbruik steeds meer een punt wordt. Ja, dure energiekosten, want ook elektra is gaat ook. Ik merk het ook. Snel. Het wordt nu ook verdubbeld bij mij thuis, de oplaadpaal. Ja. En we worden dus bewuster. Ja, precies. Ja. Maar het is wel mooi dat het lekker stil is. Het is heel stil. Dat is het mooie van zo'n auto. Ja. En hoe lang is de actieradius? Want dat is ook altijd een punt. Ja, als we dit gewoon eco rijden, dan zit hij op denk ik 460. Ja. En rij je in M-mode, sportmode, dan zit hij net onder 400. Oh, dat valt nog mee. Dat valt nog wel mee. Ik heb een elektrisch sloepje. En daar maakt het enorm uit hoeveel vermogen je doet. Dus ik heb nu een beetje zo gevonden wat ik kan varen. En dan toch nog een lang stuk. Ja. Of waar die in een uur leeg loopt, zeg maar. Ja, ik snap het. Ja, het is op een gegeven moment, je krijgt er steeds meer gevoel bij. Ja. Het is in het begin wel even wennen. En dan zegt men ook van, ik zou er niet mee op vakantie durven. Maar ook dat heb ik geprobeerd in de zomer en dat is ook geen probleem. Nee. Nou, dat is het. Ik was deze zomer in Frankrijk. En daar heb je toch wel veel minder mogelijkheid om op te laden, hoor. Nou, dat klopt, want ik was ook in Frankrijk. En Zuid-Frankrijk met name, daar heb je echt wel minder. Ja. Dat is echt steeds uitkienen. En soms dan was het ook echt, dan moesten we helemaal van de snelweg af. Ja, precies. En dan is het natuurlijk, dan wordt het spannend. Dan is het echt spannend soms. Ja. Dan denk je, oh jee, halen we het wel.
Hij heeft niet wat een zo'n elektrische auto doet. Wat een automaat doet dat hij zelf rijdt. Hè? Als je stilstaat, staat hij ook stil. Ja. Een benzineauto elektrisch gaat vanzelf rijden. Ja, klopt. Als je de koppeling loslaat, dan rijdt hij zelf. En dat heeft deze niet. Nee. Het is wel zo, je kunt hem, dat is wel natuurlijk een heel andere techniek, dat die autonoom is, net op de snelweg. Dus je kunt zeggen, zeker als ik lange stukken moet rijden naar Zuid-Frankrijk, dan is het makkelijk om hem gewoon op 130 te houden in Frankrijk. Ja. En dan stuurt hij ook zelf. Als je dan toch een vrachtwagen hebt die te dichtbij komt, dan stuurt hij zelf ook, wijkt hij uit. Ja. Dus het is wel, je merkt wel dat ze veiliger worden, de auto's. Ja, we kunnen even langs de Oldenhoven rijden. Ja, dat is natuurlijk wel een hotshot. En u bent nu ruim 3 jaar burgemeester van Leeuwarden. Ja. En hoe is dat gegaan? Want ik kan me voorstellen, ik ben gevraagd en ik zag ook natuurlijk in het nieuws vaak, uw vader was ook burgemeester. Ja. Dus het zit wel in het bloed. Ja. Heeft u er lang over moeten nadenken? Om burgemeester van Leeuwarden Het was best wel bijzonder, terwijl ik ondertussen even deze wandelaars die Leeuwarden aan het verkennen zijn, de ruimte geef. Wat is trouwens het verschil tussen B en D hier? B is, dat is nieuw, dan remt hij, als je dan het gas loslaat, remt hij heel hard. Oh. Dus dan kun je met 1 pedaal kun je rijden. Want, het baart wel wat kunst, wat oefening, maar dan kun je dus in een stad met 1 pedaal rijden. En dan laat hij sneller laat hij ook op. Sneller weer op. Ja. Ja, dat zou ik dan ook. Die energie wordt meteen teruggebracht. Als ik hem zelf had, zou ik dat meteen doen. Ja, ik doe dat zelf ook. Alleen je moet er even, want je moet er gaan wennen. Ja, want dan voelt het zo raar in het begin. Ja. Maar het was dus inmiddels 3 jaar geleden. En dit proces 3,5 jaar geleden. En ik was fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. En had al na de verkiezingen van 2017 bedacht dat dit mijn laatste periode zou worden. Maar eerst van, weet je, dat komt wel, maar ik ga niet nog een keer een verkiezing doen. En dan is het altijd heel ingewikkeld om eruit te gaan. Dat klinkt heel stom, maar mensen vinden altijd, kan je wel weg? En wanneer kan je weg? Ik begrijp het, En ook, ik wilde niet niks hebben als ik wegging. En als ik niks zou hebben gehad, dan zou ik gewoon eens hebben gewacht tot de verkiezingen. En dan inderdaad met de verkiezingen eruit. In de praatjes over 2021. Ja. Maar ik had eigenlijk zo in 2018 in de zomer heb ik echt wel bedacht, als er iets voorbij komt, dan ga ik toch kijken. Maar ik had eigenlijk geen idee nog wat. Ook omdat het nog helemaal niet zo makkelijk is vanuit mijn functie om te bedenken wat je wil. En ik wist 1 ding en dat is dat de toch wel extreme druk van dat Haagse, van die Haagse politiek en de iedere dag media op je deur, voor je deur, dat ik daar genoeg van had. Ja, dat begrijp ik. En dat was wat ik zocht. En toen was ik zo, weet je, nog niet aan het zoeken of zo, maar ja, was wat voorbij komt. En toen las ik ineens dat Vert Kroonen wegging. En toen dacht ik, weet je, dan gaat het toch een lampje branden. Ja, ik snap het. Van ja, maar eigenlijk, dit is een superkans. Want terug naar Leeuwarden had ik wel, of naar Friesland in ieder geval, had ik altijd wel een beetje op mijn netvlies. Maar nooit als reële optie. Mijn kinderen wonen in het Westen en mijn vrouw werkt daar. Nog steeds heeft ze haar werk daar wel daar. En nooit overdag. Maar mijn ouders leefden nog en die woonden hier om de hoek in het Diaconessenpark. Toen ook al ver in de 80. En toen dacht ik ineens van ja, dit is fantastisch. Terug naar het Friesland. Leeuwarden ken ik van vroeger. En ik woonde in Sneek, kwam er vaak genoeg. Ik dacht van, ja, dit is toch nu of nooit. Ja, snap ik. En het is niet zo dat je dan gevraagd wordt. Ik heb gewoon, zoals iedereen bij een nieuwe baan, een sollicitatiebrief geschreven. Kijk. Dat is wat je doet. Dus er komt een procedure waarbij dus de gemeenteraad op een gegeven moment zegt, de vacature gaat open voor burgemeester in Leeuwarden. En daar schrijf je op. Ja, ja, ja. En dan komt het vervolg van het proces. Met gesprekken met een vertrouwenscommissie uit de raad. En toen uiteindelijk een avond waarop ze besloten van wie willen we. En toen hoorde ik van ik zat echt de tv ook te volgen, de livestream van de gemeenteraad. Buma wordt voorgedragen. En toen, dat was in mei. Ja, dat zag ik. Ja. Snel verder. Ja. En dan gaat het snel. Ja. En nu alweer 3 jaar verder. Ja, nee, het gaat heel snel. Ja, gaat heel snel. Want ik vind het wel leuk om even die stad uit te gaan naar Jelsum en Britsum. Dat vind ik altijd mooi. Even langs Dekema staten. Ah, het is ook een mooie stad. Ja.
Ja. En ik heb nog steeds, want ik ben dan ondernemer en dan vaak, ik ben ook docent geweest, dat ik heel vaak mensen meemaak die zeggen, ik ben er nooit in Leeuwarden geweest. En ook zelfs mijn oud-student in Zwolle, er zijn dan gewoon een groot aantal, die zijn, dat kun je bijna niet voorstellen. Nee, maar dat klopt, dus dat verbaast mij ook. Dus veel mensen die of het niet geweest zijn, of oh ja, daar ben ik ook een keer geweest, zeggen. Ja, ja, ja. En ik geloof wel dat door zeker het eerste culturele hoofdstad maakte de naam groot. Ja, absoluut. Maar in absoluut. Corona is er ook zo'n beeld ontstaan van in Friesland heerst het niet. Dat komt door de allereerste maand toen het in het zuiden was. In het ja, natuurlijk. Is heel erg gebleven. Daar in het noorden is het veilig. En buiten de Randstad is het rustiger. En heel veel mensen zijn niet meer naar het buitenland met vakantie gegaan. Nee, dat weet ik nog wel. En gaan allemaal hier naartoe. Ja, ja, klopt. Dus er is, ik moet zeggen, het verblijfstoerisme doet het heel goed. En iedereen vindt die stad leuk. Iedereen vindt het mooi. Er waren vroeger ook helemaal geen terrasjes of zo toen ik nee, was. Nee, ik ben ook wel benieuwd, hoe heeft hij dat? U bent hier vroeger ook wel geweest, denk ik. U bent geboren in Fries. Wij kwamen hier regelmatig. En omdat mijn ouders hier woonden, kwam ik hier ook wel. Maar ik heb heel sterk het beeld voor ogen van het Leeuwarden uit de jaren 80. Ja. 70 en 80. Ik ben in 83 naar Groningen gegaan om te studeren. Ja, dat was een vrij morsige stad eigenlijk. Waar niet zo, ik kan me ook niet echt herinneren waar nou leuke terrassen waren of zo. Dat was er niet zoveel. Wat er was, dat waren voor ons in Sneek de winkels die je bij ons niet had. Dus nee, daarvoor ging je er naartoe. En met school een keer naar het Fries Museum. Nou, dat vond ik dan ook alleen maar in die leeftijd. Ja, ja dat uiteraard. Dat moet dan. En dan ga je weer terug. En heb je dat ook gezien? Ja, maar dat is meer een moedje. Omdat dat wat zo. En dat was Leeuwarden. Die hoefde er ook niet echt voor andere dingen naartoe. En nu is het een stad waar heel veel gebeurt. En waar je echt voor mooie evenementen. Voor de gezelligheid. Hey, die nieuwe stad met die. Nu dan die pramen ook. Met terrassen. En in de voorstreken. De kelders. Het is zo ontzettend mooi geworden. Dat vind ik zelf ook. Het is echt een prachtstad met die mooie grachten. Ja. Alles is ook mooi gerenoveerd. Dus het was wel zo toen in 2019, Leeuwarden of niet. Er waren wel meer steden waar ze een nieuwe burgemeester zochten op dat moment. En ik had geen enkele aandrang om ergens anders burgemeester te worden dan hier. En dat vind ik, dat heb ik nog steeds. Dit is echt de plek waar ik wil zijn. Ja. Nou, ik snap het wel. Ik ben zelf geboren in Hardegrijp, een dorpje naast Leeuwarden. Ja, Ik moet ook erkennen, het is veel mooier geworden, de stad. Ja, Want vroeger had je het Zeiland, dat was ook letterlijk saai. Ja, het was saai. Met die lelijke dingen waar die bushokjes stonden. Het heeft veel meer sfeer gekregen. Ja. Ook, ja, die gekke bushokjes. Ja, dat was zo. En die eieren, die kwamen er nog eens een keer bij. Dat was zo'n kunstwerk. Maar toen werd het allemaal dat het bijna... dat je dus dacht, Leeuwarden moet steeds lelijker worden. Maar nu zie je dat het allemaal gewoon klopt. Ja, ja. En ik merk ook, als ik dan weer mensen uit het midden of het zuiden van het land hier ontmoet. Want die komen natuurlijk ook wel eens van werk hier naartoe. Ja. Dan kijk ik zelf ook weer... naar boven toe. Ja, je kijkt precies. Dus precies, je kijkt natuurlijk nooit als je er elke dag loopt, maar dan denk je, het is echt een mooie stad. Ja, ja. Nou, dus ik fiets graag en ik fietste ook, ik heb een racefiets, ik fietste in het westen ook wel veel. We wonen in Voorburg. Maar als ik daar op de fiets stapte, had ik eerst 10 stoplichten en dan had ik echt een paar paden die ik kon volgen waarbij ik dan niet te maken kreeg met meteen Zoetermeer, meteen Delft, meteen Den Haag. En hier fiets ik de stad uit en ik kan die hele provincie door. Ik kom geen stoplicht tegen. Klopt. Ik kan overal heen. En we rijden dus nu even buiten de stad, omdat ik dat zelf altijd heel mooi vind. Ik vind ook het noorden een ontzettend mooi stuk. Die echte leegte die je in de Randstad gewoon echt niet meer hebt. Dat is hier gewoon ook uniek. En dat is natuurlijk de gemeente Leeuwarden ook. Dat is niet een stad meer. Nee, klopt. Maar dat is een heel gebied. Dit gebied ook. Met 35 dorpen eromheen. Ja. Die ook allemaal meedoen. Ja, we zitten van op 175.000 inwoners. 125. 125. Ja, de stad heeft zo'n 95. Ja. En kijk, hier zijn de spotters van de luchtmachtbasis. Ja, ja, ja. Dat is ook een plek. Heeft 95.000 inwoners en de gemeente eromheen dus zo'n 25.000. En zo'n stad als Leeuwarden, dat heeft natuurlijk ook een unieke bevolking, de Leeuwarders. Wat kenmerkt volgens u ook een echte Leeuwarder?
Nou, dat is meteen al een strikvraag die jij stelt. Want je hebt natuurlijk de Leeuwarden. Ja, we rijden nu langs, maar dit is ook prima. De Leeuwarden is natuurlijk de Leeuwarden in de stad. Maar als gemeente Leeuwarden is het ook iemand in Oldeleien of in Eansum. Dus dat is het interessante. Het is als gemeente heel anders. Maar de Leeuwarden zelf. Ik vind het ook wel leuk wat kenmerkt de Leeuwarden, omdat er zo ontzettend veel van zijn. Maar ik vind wel, dan moet ik het op zijn Engels zeggen, what you see is what you get. Je hoeft nooit, het verhaal wat je hoort is het verhaal ook. Ja, ja. En dat is wel heel mooi. Het is heel, best wel laagdrempelig en ongelaagd. Ik vind het het mooiste te zien bij Cambuur. Iedereen vindt Cambuur mooi. Dat is een ontzettende buurtclub. En iedereen gaat voor die club. En of het nou eredivisie is of daarvoor de keukenkampioendivisie. Iedereen is er. Ja. En het is echt een MKB-stad. Hè. Er zijn een paar grotere bedrijven, maar niet supergrote bedrijven. Die dragen ook met z'n allen zo'n club. Hè, ik vind dat schitterend. Ik vind dat heel. Dus ik vind Cambuur leuk om twee redenen. Om het voetbal. Maar als je daar bent, die sfeer, dat is wat ik toch wel heel erg Leeuwarden vind. Ja. En je heeft ook mee mogen maken dat we sinds volgens mij 2014 voor het eerst weer eens in de Eredivisie kwamen. Ja. Dat moet voor u ook heel mooi zijn geweest. Je was er net. Ja. Later, ik weet nog wel dat het jaar 2020, toen was het eigenlijk jammer dat we er niet in kwamen. Ja. Eigenlijk hadden we het ook wel verdiend. En uiteindelijk zitten we er nu voor het tweede jaar weer in. Ja, dat was wel. Het grappige is dat voor mij als burgemeester dat best wel ingewikkelde twee jaren waren, want dat zijn de coronajaren geweest, waarin het eerste jaar Cambuur zou promoveren, maar het werd afgebroken. Het tweede jaar wel promoveerde, maar we het feest niet mochten vieren. Ja. Dus daar zat heel veel frustratie om iets wat eigenlijk een stadsfeest is. En daar hebben we dus ook heel veel openbare orde problemen gehad. Hè? En ik vind dat de lastige kant ervan, en gewoon heel jammer. Er zijn een paar mensen die het verstieren. En deze ontzettende topjaren zijn best wel voor Cambuur en voor de hele gemeenschap maar half geweest. Ik vind het vorig jaar was het eerste jaar, de Eredivisie en ook wel wedstrijden. Ja, dat was de ene keer wel, de andere keer weer niet. Maar nu, het gaat nu helaas wat minder. En Henk de Jong moest stoppen, het is allemaal ingewikkeld. Ja. Maar ik was er zondag weer, het hele stadion vol, hè? En het is zo bijzonder. Ja, want ik woon dan bij de MK, de zijstraat ervan. En dan hoor ik altijd, je voelt het dan ook, je hoort het ook als je het raam open doet. Dan hoor je het publiek. Ja. Het is echt, dat is echt een club. Ik denk ook dat het ook goed is dat zo'n club weer eens in de Eredivisie komt. Want zo'n stad als Leeuwarden, die verdient het ook. Ja, zeker. Ja, ja. En het is natuurlijk het is een hele eerlijke club in die zin, er gaat geen groot geld in om. Hè? Nee, klopt. En dan moet je ook erkennen dat als dat zo is, dat je altijd zeg maar een beetje zweeft tussen eerste en Eredivisie in. Ja, ik denk ook niet dat je dat anders kan doen. Als je echt meer wil, dan kom je in de sferen van een van de vage typen dat een club koopt en je bent er niet meer van. En wij zijn allemaal nog van Cambuur. En die Cambuur kan in die Eredivisie zitten, maar je weet het nooit zeker. Nou, dat is het niveau en dat is gewoon goed genoeg. Dus ik vind het mooi. Maar daar, als je dus vraagt van wat vind je nou typisch Leeuwarden gevoel, dan denk ik dat het daar wel ergens heel erg zit. Ja, ja, je ziet het ook wel. Domme gewonnen, dat is wel met hart op de juiste plek. En ik woonde natuurlijk in Voorburg, dat is vlakbij het, wij zaten vlakbij het ADO-stadion. Ja. En ADO is meer. Kijk, Den Haag is een vrij gespleten stad, hè? En ADO is van de ene kant en wijsbroek hockey is van de andere kant. En dat is hier ook heel anders. Het zit echt dichter bij elkaar. Nou, dat vind ik leuk. Ja. En ik vind het heel leuk om. Ik woon in de buurt van het centrum, ik heb bewust daar iets gezocht. Mensen spreken je aan. Je bent echt onderdeel van dat hele mooie Leeuwarden. En Leeuwarden, want ik weet nog wel, toen die grote bedrijven kwamen, Achmea en Egon, toen ik heel klein was. Ja. Toen kampte Leeuwarden met meer mensen moesten naar de stad komen. Moesten een aantrekkelijke stad worden voor mensen om te wonen en te werken. Dat is gelukt. En hoe ziet het er nu uit voor de komende 10, 20 jaar? Dat is wel heel interessant wat je zegt, want
Ook dat herken ik. Hoge werkloosheid, moeite met werkgelegenheid. Nu gaat het hier heel goed en hebben we zelfs mensen tekort. En tegelijkertijd moet je in Leeuwarden wel altijd opletten dat de banen gewoon niet vanzelf komen. Nee, dat snap ik. En dus is het heel belangrijk, ook voor mij, om juist de stad uit te gaan en het verhaal te doen van de stad en de gemeente. En we hebben wel een paar assets die maken dat het echt interessant is om hier te vestigen. En die zitten in de motivatie van de mensen hier. Er zit echt verschil in de Fries die voelt zich betrokken bij zijn bedrijf, ja, wil er best wel voor werken, maar wil ook een sociale werkgever terug. En als je dat gevoel als werkgever hebt, krijg je de goede mensen. Terwijl in de Randstad de mensen er bijna niet meer zijn. En ook best wel eens er wat gemakzucht heerst bij de mensen die er werken. Ja, dat ze denken, wij vinden zo weer een nieuw werkgever en die zijn minder loyaal, denk ik. Loyaal naar de werkgever. Ja, ja. En dat hebben, wat we minder hebben, dat is echt wel het gevoel van afstand is er bij heel veel mensen, bij werkgevers wel. Dus ik sprak toevallig met het gemeentebestuur van Eindhoven. Ook een heel interessante vergelijking. Dat is een stad die is groter. Maar daar heb je ASML, hè? De grote chipmachinefabrikant. Dat bedrijf gaat verdubbelen of viervoudigen, dat weten ze. Die kant gaat dat uit. Ja. Dat betekent dat de universiteit moet gaan verdubbelen. Dat betekent dat er 10.000 huizen moeten worden gebouwd, waarbij heel veel voor arbeidsmigranten, moet zeggen, mensen die top van die kennis uit de wereld halen. Waar moeten we bouwen? Hoe houden we de structuur? Dus het grappige is, dat is het tegenovergestelde. Dat boomt op het moment eigenlijk van zichzelf. Ja. Maar daar zit een heel grote sociale vraag achter. Wat blijft er over voor de gewone Eindhovenaar? Hier is het eigenlijk andersom. Voor de gewone Leeuwarder is die stad wel aan het veranderen, maar herkenbaar. Maar hier moeten we er juist voor zorgen dat er genoeg dynamiek is. Nou, en dan heb je wel ook daar weer veel gekregen. Kijk, wat echt minder is geworden, zijn de banken, verzekeraars. Die krimpen allemaal. Tegelijkertijd, hier hebben ze een aantal klantcontactcentra, waar precies weer geldt. Die Fries neemt nog wat tijd voor zijn gesprek. Die is gebonden aan zijn bedrijf. Je kan thuis werken, dus je hoeft niet allemaal in Leeuwarden te zitten. Dat zijn takken die we hier ook wel kunnen houden. Maar ik spreek met die directeur, de wethouder ook. He, wat heb je nodig? Wat kunnen we doen? Dus voortdurend houden we dat warm. Van wat kunnen we voor jou doen om hier het werken en het zijn in Leeuwarden goed te maken? Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. En het is altijd weer vooruitzien. Want je hebt niet in een paar jaar de situatie veranderd. Nee, je moet eens vooruitkijken. En dan heb je een paar dingen. Dus ik vind echt de goede verbinding met de Randstad is wel de basis, hoor. Want heel veel mensen, ik had nu vanochtend ook weer iemand op bezoek, woont in Amsterdam, het meeste werk zit hier. En dat gebeurt heel veel. En qua auto is het in het noorden best wel nu op orde. De Amsterdijk balen we allemaal van, maar dat houdt ook alweer een keer op. Maar de spoorverbinding is echt wel toch nog mager. En nu ligt de Hanslijn weer een tijd uit. Dus een groot project als een Lelylijn, dat lijkt soms ver van mijn bedshow, maar het is wel de keuze strategisch voor heel Noord-Friesland. Ja, dat verandert alles voor Noorden natuurlijk. En groei. Ja, ja. Nou ja, dat soort strategische dingen moeten we over. Dus sommige mensen denken van ja, maar moet dat nou wel? Ja, maar dan is het wel de keuze dat wij, wanneer het bijvoorbeeld even economisch minder gaat, bij de eerste zijn, waar het licht ook weer uit gaat. Ja, ik snap het. En dat heeft dan ook dat is altijd hier ook geweest. Als het misgaat economisch, begint de ellende in het noorden. Ja. Nou, dus zo zijn we echt wel. En dat vind ik ook het leuke van Leeuwarden. Dan moet je voortdurend ook strategisch denken. Je kan niet alleen maar leven van de dingen van de dag. Waar verdienen we ons geld over 10 jaar mee? Ja, want alles is in beweging natuurlijk. En ik geef nog vaak gastcolleges in het onderwijs. En dan besef ik ook, het onderwijs is wel de basis voor de toekomst. Nou ja, dat is een hele belangrijke. En onderwijs hier, we hebben met NL Stende en Van Halarenstein echt wel topinstituten. En we hebben inmiddels de RUG Campus. We hebben ook qua onderzoek Wetsers natuurlijk. Ja, ook. Ook uniek. Dus we hebben best wel hoog niveau onderwijs en we hebben hele goede mbo's. Dus eigenlijk is het interessanter dat je je hele onderwijscarrière hier kan doen, behalve natuurlijk echt het universitair onderwijs in Groningen.
Maar wel een van mijn ambities is om nog meer met de Universiteit Groningen te doen. We hebben nu ook net weer een onderzoeksgroep die naar weidevogels kijkt hier in Leeuwarden gekregen. Vanuit gewoon de Universiteit Groningen. Maar om ook dat hoge onderwijsniveau hier te hebben. En dat gaat ook niet vanzelf, maar ook dat is een hele interessante aantakking. En steeds dus proberen dat wiel draaiende te houden. Ja, altijd weer vooruitzien. Ja. En wat ik ook merk, dat zal hij ook hebben, als ik dan een lezing geef in het Westen, dan zeggen ze van, oh, helemaal uit Leeuwarden regeren, dat is een eind. Maar voor mij is het altijd zo, de Randstad is ook dichtbij. Het is ook de perceptie vaak, hoe mensen vanuit Westen hier naartoe kijken. Denk dat is echt ver weg. Zeker, en dat is van alle tijden. Ja, de afstand Randstad-Leeuwarden is groter dan de afstand Leeuwarden-Randstad. Ja, dat is altijd zo. Ja. En in de Randstad worden alle vergaderingen om 9:30 gepland. En hier zijn ze ontzettend boos als je om 11:00 begint. Ja, ik snap hem. Ja. Ja, daar helpt trouwens, hier zit een mooi, ontzettend mooi deken wat staat achter. Maar daar staat natuurlijk een muur omheen. Ja, nu hebben we geen droom bij ons. Nee, dat kan hier ook niet. Jelsum is zo mooi. Ja, maar, dit zijn echt mooie dorpen. Ja, maar wat wel helpt hier is het digitaal vergaderen. Want ik had laatst een vergadering waarbij, als ik het fysiek had moeten doen, de ene begon om 10:00 in Den Haag en de andere om 11:00 in Utrecht. En dan was er nog één in, ergens in het oosten van het land. Nou, dat kan niet. In het verleden zou dat dus kiezen zijn geweest. Ja. En nu is het gewoon digitaal. En het helpt voor mij enorm. Ik reis toch steeds veel naar het Westen. Dat moet. Je moet daar ook zichtbaar zijn, afspraken maken. Maar het is zo makkelijk om even digitaal een afspraak te plannen. Ja, dat, en dat heeft wel heel mooi, de afgelopen 2 jaar... Een mooie Lindenlaan. Ja, echt mooi. Ja. Ja, dit zijn van die pareltjes die... ik verken ze dan als ik aan het fietsen ben. Dan kom je echt op mooie plekken. Ja. En persoonlijk, want u heeft natuurlijk hoogte- en dieptepunten meegemaakt de afgelopen 3 jaar, neem ik aan. En wat was uw persoonlijke dieptepunt? Als je zegt, want dat was echt iets, dat was wel even zwaar. Je hebt dieptepunten die, ik moet zeggen, waarvan je weet dat je ze gaat krijgen. Rellen bij Cambuur, rellen rond corona, vind ik best wel heel triest. En tegelijkertijd heb je een knop die zegt, oké, dit is het nu, zo gaan we het doen. Ik vind toch dat wat ik het meest moet zeggen in het geheel dan tegenkom, is mensen die en soms zie je het terug in rellen, maar ook anders, die je gewoon zo graag mee wil laten doen, waarvan je zegt, je kan ook iets positiefs bijdragen, en dat het zo ontzettend moeilijk is dat voor elkaar te krijgen. 99% van die stad is heel positief. En ik wil dat zo graag op 100 hebben. Dat zijn dingen die mij wel bezighouden. En als ik er toch nog één bij doe, nu toch heel erg. Je ziet gewoon overal dat mensen door de energieprijzen het niet redden. Maar je hebt uiteindelijk maar een beperkte mogelijkheid. En als je even 3 vragen stelt, kom je meteen in die ellende. En daar meer in kunnen doen, vind ik wel heel belangrijk. Het ernaast kunnen staan, weet je. Ik zou heel graag willen dat we die mensen perspectief kunnen bieden. En sommigen nogmaals doen het dan stilletjes, zie je niet. Sommigen gaan kont tegen de kril. Ja, ja. Maar beide horen er heel erg bij. Nou, dat houdt me wel bezig. Dat begrijp ik wel. En het is natuurlijk nu ook wel best wel een bijzondere periode. Met al die dingen die... Het is in mijn leven nog nooit zo onvoorspelbaar geweest als de laatste 2-3 jaar. Nee, het is ook volstrekt onvoorspelbaar. En omdat op zoveel vlakken platen aan het schuiven zijn, dat is ook zo. Ja, en ik sprak toevallig professor Bob de Wit, die schrijft dan ook een boek en die heb ik geïnterviewd 2 weken geleden. Ja. En die zegt ook, we zitten echt, en dat deed ik tijdens mijn lezing, zei ik dat ook al, dat er is wel echt een transitie gaande in de wereld. Ja, ja. En, kijk, dat klopt. En er zitten hele grote dreigingen, de hele klimaatverandering met alle dingen waarvan je denkt van maar wat moet ik nu, wat iedereen heeft. De onveiligheid in een wereld waarin Rusland en China allemaal dingen doen die afwijken van een normaal vredig vriendschappelijk bestaan. Dat is allemaal doodeng. En tegelijkertijd is het denk ik juist zaak om daarheen wel een focus te houden, namelijk een aantal dingen kunnen we wel degelijk doen. We kunnen bijdragen aan verduurzaming, we kunnen bijdragen in ieder geval op ons plekje aan een betere wereld.
En dat geldt denk ik voor iedereen. Je kan zelf wel heel veel doen. Ja, binnen je eigen cirkel van invloed kun je vaak heel veel. Ja, ja. En ik denk dat we, wat ik hier heel erg merk, is dat je een systeem krijgt waarin men de overheid niet vertrouwt. Ik ben burgemeester, dus gek genoeg, ik ben net als jij, woon ik gewoon in Leeuwarden, doe boodschappen. Maar ja, ik ben van de overheid, dus ik word niet vertrouwd. En dat heeft iedereen die bij die overheid bezig is. En dat vind ik heel lastig, omdat ik moet zeggen, ik weet van mezelf en ik weet ook van al die ambtenaren hier en ook landelijk, je doet je uiterste best om het wel goed te laten verlopen. En hoe we dat terugkrijgen, het besef bij mensen dat we niet tegen zijn, maar diezelfde vragen hebben, diezelfde problemen tegenkomen, dat houdt mij wel bezig. Ja, snap ik. Maar even teruggaan op 2018 en ook dat vond ik zelf heel mooi, dat Bosk van vorig jaar, dat project. Zitten er ook weer bijzondere projecten aan te komen de komende tijd? Want Leeuwarden is wel continu in de spotlight. Ja, ja. Bosk was onderdeel van het Arcadia, zoals dat genoemd. Ja, het is een aantal grote dingen. En de bedoeling is om zo'n jaar eens in de drie jaar te doen. 2025 en 2028. Dus zo groot als dit. Dat zal in principe in 2025 weer gebeuren. En nu wordt ook alweer begonnen met wat moeten we dan doen. En tussendoor heb je natuurlijk best wel veel evenementen hier. En ik heb toch hele mooie dingen gezien. Deels rond Arcadia, maar heel simpel. Ik was dit jaar ook door corona voor het eerst naar het Ieper Loftspul in Jorwert. Nou, dat is zo'n hoog niveau. Dat is ongelooflijk. Ja. En daar waren per avond honderden en honderden mensen. Er zijn heel veel mensen, duizenden mensen zijn uiteindelijk naartoe geweest in een paar weken. Dus er gebeurt hier ontzettend veel moois. Ja, er gebeurt van alles. Ja, en ik denk dat is hier in Friesland heel sterk. En ook het van onderop doen. Absoluut. Je hebt geen grote organisatie nodig, doen het zelf. Hè? En dat is denk ik ook waar we meer naartoe gaan weer. Dat we dingen van onderuit, onderop weer, dat zie ik meer als de toekomstige samenleving. En dan zie je dus nog wel heel veel binding hier tussen mensen. Dus dat vind ik wel mooi. Ja, want je moet natuurlijk vanuit vertrouwen, anders kun je niet samenwerken. Dus dat is hier wel heel sterk. Dat is de zoektocht. Ja. Ja. Nou, we zijn nu met een groot project in Leeuwarden-Oost bezig. Daar krijgen we ook veel geld voor van het Rijk. Het hele gebied zeg maar, van Bilgaard tot aan Kammergaburen. Waar delen goed zijn, maar ook delen echt een verbetering nodig hebben. En daar merk je dat in heel veel gebieden je eerst echt vertrouwensherstel moet doen. Wij komen van de overheid met, we gaan proberen deze rijk te veranderen. En ze zeggen van, ja, dat kan je wel vaker vertellen, maar dat geloof ik toch niet. En we zijn dus heel veel tijd kwijt en moeten we dus ook echt wel besteden in mensen betrekken bij. We zijn echt aan het verbeteren. En vervolgens vind ik ook het weer teruggeven. Dus voorkomen dat je soort schoolmeester die wijk gaat veranderen. Maar jullie moeten het doen. Wij kunnen alleen maar voorwaarden scheppen. En vaak zie je daar de discrepantie. Dat ze zeggen wel, we willen niet dat jullie bemoeien. Maar als je niks doet, dan gebeurt er ook. Je moet het soms ook wel, je moet het samen doen. Ja, dat is het lastige. We willen geen last van de overheid hebben. Maar je moet wel onze problemen oplossen. Want als er problemen zijn, dan wijst men wel. En dat is niet een makkelijke combinatie. Nee, dat snap ik. Klopt. Ja. En zo hebben we ook nog het Middelzee-project. Ja. Dat is ook heel fraai. Ik heb gisteren toevallig op Google Maps gekeken. Dan heb je al gewoon virtuele animaties. Dan kun je er gewoon doorheen lopen. Ja. Ook bijzonder. Ja, het is natuurlijk eigenlijk bijzonder dat we in deze tijd nog zo'n groot project kunnen doen. Maar dat is voor de toekomst van Leeuwarden heel belangrijk. En nu zijn de eerste gesprekken ook bezig om het hele gebied bij het spoor, bij het station, het spoordok te verbeteren. En ik vind dat ook heel interessant. Want Leeuwarden is eigenlijk een van de laatste steden, of tenminste de laatste, toch van de grote steden, waar het hele spoorgebied nog ontwikkeld kan worden. En er is echt wel, even kijken, er is echt een mogelijkheid om daar ook heel veel woningbouw zijn. Ja. Als daar dan ook nog de lelielijn komt, zit je dus op de kop van de lelielijn. Ja, absoluut, zit je goed. Zit je goed. Ja, absoluut. Ja, ik zeg ook wel eens dat die trein naar Groningen, ik bedoel, als je met de metro van Amstelveen naar Amsterdam gaat, ben je ook een half uur bezig. Ja, hier ben je maar iets meer bezig. Dus je kan bijna ook zien als een soort metro, waar we studenten hier kunnen laten wonen, studeren of andersom. Wat maakt het uit? Dat maakt niet uit. College hier geven en een uur later in Groningen, dat kan allemaal. Dat kan allemaal. En ook de samenwerking tussen scholen kan natuurlijk steeds beter. Dus ik vind dat wel ook nog echt iets waar we heel veel winst mee kunnen halen. En als ik het zo hoor, dan bent hij nog lang niet klaar als burgemeester. Nee, dat klopt.
Nee, maar echt gedreven en betrokken. Precies, maar vergeet niet, het is ook echt, ik ben hier 3 jaar, dat is niet zo lang, waarvan dus 2 jaar toch redelijk met de deur dicht. Dus ik heb ook het gevoel dat ik een soort tweede start heb. Ik doe nu ook heel veel bedrijfsbezoeken die eigenlijk voor het eerste jaar waren gepland. Allemaal, ik snap het. Niet voor het eerst. Ja, dat heeft natuurlijk in het begin niet zo kunnen uitpakken zoals je had verwacht. Nee, dus wat jij zegt is heel erg waar. Het is nog lang niet klaar. Misschien moet je zeggen, we zijn pas net begonnen. Kijk, ja, dat is mooi om te horen. Ja. Dus we kunnen nog heel wat van je verwachten. Nou ja, niet alleen. Ik doe mijn best en ik hoop en merk ook dat ik met iedereen heel ver kom om er iets moois van te maken. Er is zo'n gevoel van samen maken we iets moois van de stad. En daar draag ik graag omgeven aan bij. Ja, en die heeft ook, wat ook wel bleek tijdens deze rit, er ook echt, je voelt zich ook echt thuis hier. Ja, ik voel me ook echt thuis. Ja. Dus als burgemeester, maar als de deur dicht gaat thuis, voel ik me ook echt thuis. En het leuke is, het heeft mij ook best wel wat gedaan om terug te komen. En toen ik solliciteerde en dacht ik, ga naar Leeuwarden. Toen dacht ik, leuk om weer terug te gaan. Maar daadwerkelijk lopen door al die plekken waar je zo lang geleden zo vaak was, dat raakt me echt wel. Dat vind ik heel mooi. En ik denk dus inderdaad dat je toch zo'n vak van burgemeester toch wel moet uitoefenen in een plek waar je echt bekend bent, die echt van jou is. Ja, dat je dan, want dan voel je ook echt één met de maatschappij. Ja. Het kan ook anders hoor. Dus het is niet verplicht en je moet het dan induiken, dan kom je er ook wel. Hè. Dus je hoeft, mijn voorganger kwam niet uit Leeuwarden, maar is er ingedoken. Ja, dat was ook goed. Ja, precies, volkomen één met de Leeuwarders geweest. Maar voor mijzelf is dat wel een plus dat ik het ken. Ja, de stad is meteen goed, denk ik. Ja. Het voelt meteen vertrouwd. Ja. En dan wil ik u hartstikke bedanken. Ja, we zijn alweer bijna bij het stadhuis. Ja, we zijn er alweer bijna.